Leuk dat je kijkt naar Urban Moms, de serie waarbij ik met mijn Nissan Juke op bezoek ga bij bekende moeders in verschillende steden. Ik wil weten hoe zij zich door hun drukke leven als werkende mama's heen bewegen, wat ze zo fijn vinden aan hun stad en of er in de auto wel eens gedanst, koffie gedronken of zelfs geruzied wordt. En de moeders weten het nog niet, maar ze zullen ook hun rijkunsten aan mij moeten laten zien. Vandaag ga ik op bezoek bij Danique Hoofdwijk uit Leiden. Ze woont hier samen met haar man en peuter Sophia. En ze noemt zichzelf nuchter, maar met een zachte G, want ze komt eigenlijk uit Limburg. Ik ken Danique nog als hoofdredacteur van Girlscene, maar inmiddels werkt ze voor Ouders van Nu. Haar Instagram-account is ook mega gegroeid door haar concepten, folderen bij Donnie en gekke Zara-kleding aantrekken voor Wheels. Laten we gaan aanbellen. Hallo! Kom binnen! Mogen wij binnenkomen? Jazeker! Leuk om eens in Leiden bij je te zijn. Jazeker! Jij komt niet uit Leiden. Nee, nee. Hoe ben je hier verzeild geraakt? Nou, eigenlijk door de liefde. Door de liefde ben ik hier naartoe gekomen. Nooit eerder geweest als begonnische Limburger. Van Limburger naar Amsterdam en toen naar Leiden. Ja. En hij is een echte Leidenaar? Hij is een echte Leidenaar, ja. Hij is echt geboren en getogen nu. En nu ook getrouwd met mij. Leuk. Ja. Danique, we kennen vooral jouw komische kant online. Hoe ben jij thuis? Vrijwel hetzelfde. Wel wat rustiger. Maar de mensen die me kennen, die weten wel dat ik dit soort humoristische trekjes heb. Beetje extravert. Beetje het randje opzoeken. Mezelf graag soms een beetje voor schut zetten. En mijn nieuwe Leidse vriendinnen, dus ik noem het een beetje nieuwe Leidse, want die ken ik van nu 2-3 jaar. Ja. Die weten dit inmiddels ook wel. Dat ik soms wel echt, ik hou wel van ja, het leven wat gezelliger maken. Ja, je bent wel altijd heel positief. Ja, wel. Ja. En je Leidse vriendinnen, heb je hier inmiddels echt helemaal je kring opgebouwd? Of heb je ook nog heel veel vrienden in Limburg? Nou, ik heb dus best wel veel vriendinnen hier opgebouwd. En dat is eigenlijk door mijn sportschool gekomen. En natuurlijk de vrienden weer van mijn man. In Limburg heb ik zeker ook nog vriendinnen. Wel wat minder. Nu 3-4 echt goede vriendinnen die ik echt al sinds mijn geboorte bijna ken. Dus ik reis ook regelmatig af naar Limburg. Los van mijn familie natuurlijk. Maar ook om mijn vriendinnen daar te zien. Dus eigenlijk wel hier in Leiden wel mijn leventje echt wel opgebouwd. Hoe lang is het rijden naar je vorige woonplaats? 2,5 uur zonder file. Met file kan ik er zo 4,5 uur af doen. Doe je het graag alleen in de auto rijden? Ik moet zeggen dat ik dat ook wel heel fijn vind. Sophie heeft steeds meer de zin om met de trein ook te gaan. En de auto vindt ze ook leuk, want dat vindt ze dus wel. Dat ze denkt, dan gaan we naar opa en oma. Dat ziet ze ook zo. Die link legt ze al. Omdat ze is gewoon gewend om gewoon lange stukken in de auto te zitten. Omdat naar opa en oma is nu eenmaal een stukje reizen. Maar ik vind het ook fijn om alleen te zitten. Ja. Gewoon even muziek aan. Het voelt echt een beetje als me-time. Ja, dat soort momenten moet je ja, herkenbaar. Ja, zeker. Hey, in Leiden ga je met Sophia ook wel eens naar hotspots of andere dingen met de auto? Ja, mijn favoriete plek om eigenlijk wel met de auto ook te gaan is de tuin van de Smit. Dat ligt hier net buiten het centrum. En dat is echt onwijs leuk. Het is een kinderboerderij, je hebt een speeltuin, je kunt hier lekker eten. En dat is gewoon echt een hele lekkere plek. Dan heb je ook nog Museum Boerhaven. Dat zit dan net buiten het centrum. En dat is een museum met echt een mega grote waterspeelplaats voor kinderen. Dus dat is ook wel echt een aanrader. Daar kun je dus te voet, maar ook met de auto komen. En in het centrum waar je dus niet met de auto kan komen, dat is de Kleine Planeet. Dat is ook wel echt een hele leuke. Dat is meer een winkel versus restaurant met een zandbak voor. Waar eigenlijk je kind los kunt laten en lekker een bakje kunt. Ja, want Leiden heeft best wel een klein centrum, hè, waar je inderdaad niet met de auto kan komen. Met allemaal leuke grachtjes en zo. Dus dan ga je met de fiets. Ik moet zeggen dat ik me ook wel vaak schuldig maak aan met de auto moeten gaan. Omdat ik, alles is ook te rijden. En ik ben nou eenmaal wel iemand die graag met de auto naar de sportschool gaat. Echt waar? Ja. Ik ben wel echt, in dat opzicht gewoon echt, ik hou gewoon van boodschappen doen. Dat is echt mijn moment. Dus dan pak ik gewoon de auto en dan ga ik dan naar Lidl. Hey, naar mijn vaste plekjes. En is dat op die manier ook het folderen bij Donnie wellicht begonnen? Jawel. Maar dat deed
echt al heel lang. Gewoon op zondag. Ik was ook echt de enige van deze straat die ja-sticker op me om een... die jongen, echt, die haat me denk ik nog steeds. Want hij altijd met dat bolderkarretje hier die foldertje in moet stoppen. Maar ik vind het gewoon echt een offline momentje. Om even door die foldertjes heen te gaan en leuke dingetjes te spotten. En dus nu deel ik dat ook op mijn Instagram. Hey, jullie zijn volgens mij net terug van een autovakantie naar Frankrijk. Dat klopt. Hoe ging dat met Sophia? Want ze is bijna 3. Ze is bijna 3 en ik vond dat best wel spannend. Want het is toch best wel een stuk. En ik dacht, hoe ga ik dat aanpakken? Maar het is echt super goed gegaan. Heb je tips voor mij? Nou, ik had dus een organizer aan aan de stoel gehangen. En daar heb ik echt onwijs veel boekjes en poppendingetjes, eten in verstopt. Ik heb gewoon echt, het was een soort van pretpakket aan je stoel. Verder, maar dan was ik iets te laat mee, maar dat schijnt ook een groot succes te zijn. Dat is zo'n tafeltje in de stoel. Dat kun je dan over je autostoel doen. Oh, dat ken ik niet. En dan kan je kindje ook tekenen en dat soort dingen. Gaan we de link even van in de beschrijving zetten. Ja, is echt een tip. Ja, en verder gewoon heel veel eten. Luisterboeken werkt ook heel goed. Je hebt ik had echt heel veel. Je hebt nog heel veel CD's in de auto. Oh. En je kan ze natuurlijk ook downloaden. Maar ik had echt van de oma en van Sophia heel veel CD's gekregen met heel veel luisterboeken. Dus dat zijn eigenlijk wel mijn 3 Leuk. Tips. En ook niet te veel moeten. Ik ben op een gegeven moment ook gewoon lekker gestopt. We hebben ijsje gegeten, weer gestopt. Zijn we even plaspauze. Ja. En kijken hoe ver je komt. Hey, en hoe zit het met jouw inparkeerskills? Ik heb jouw straat hier gezien namelijk. Het is nogal een smalle bedoeling. Ja, dat is absoluut challenging, moet ik zeggen. Het is ook altijd, als je hier inparkeert, zit je absoluut front row als bewoner van deze straat. Ik moet het wel altijd van mezelf. Ik moet verplicht altijd van mezelf inparkeren. Of ik daar nou echt een heldin in ben, dat moeten we nog even vragen. Merk je wel verbetering? Jawel. Okay. Ja, sinds ik hier woon, dus echt wel verbetering. Ik durf het ook wat meer. Dat is al... het is een smalle straat, maar je hebt dus ook nog aan weerszijden fietsen en Amsterdamse paaltjes. Dus je hebt gewoon veel obstakels. Amsterdamse Leidse paaltjes. Ik heb ze net ook gezien, want ik heb natuurlijk mijn Nissan Juke mee. Ja. En nu heb ik een challenge voor je. Ik wil graag dat je mij gaat laten zien hoe je mijn auto inparkeert. Wel gelukkig. Ben je goed verzekerd? We zijn goed verzekerd. Okay, ja, en er zijn extra hulplijnen. Okay. We hebben piepjes en achteruitrijcamera's. Oké, dan moet het helemaal goed gaan komen volgens mij. Dan gaan we ervoor. Ik ga het zo doen. Nou, hier staat hij geparkeerd. Ik heb het even voorgedaan voor je. Ja, ik vind het ook best knap, want het zit echt wel heel strak. Hier staan die beruchte Amsterdamse Leidse paaltjes. Dan de auto, dit is de situatie. En dan is er hier nog best wel wat ruimte. Durf je het aan? Absoluut. Dan mag je hem openmaken. Kwestie van op het knopje of het handvat. Jij bent ook 1 meter lilliputter, dus dat scheelt. Yes. Nou, we zitten. Stap 1 is, jij hebt hem al op. Ik heb hem al op. Ik nog niet. Dan mag je de koppeling indrukken en op de startknop drukken. Moet ik ook hebben. Ja, dit is fijn. Hier kun je dus gewoon zo zien. Het zo. Ja. Dood, hè? Ik ga er gewoon als een rijinstructeur naast. Kan jij... Komt daar een fiets? Terug naar de 1. Ja, zo. Ja. Zo komt hij fietsen. Heb jij normaal muziek aan als je gaat inparkeren of moet dat allemaal uit voor de concentratie? Ik moet volledige concentratie hebben. Oh ja, ik kan nu zo kijken. Ja, handig hè? Je ziet ook het paaltje. Oh, dat is fijn. En daar gaan we. Draai ik mee niet je vriendin aan? Nee. Gaat helemaal goed. Oké, ademhalingsoefening. Hier kan vanuit het. Je buik toch? Vanuit je buik. Oh kijk, hij gaat al piepen. Ja. Hij zegt dat hij iets gezien heeft. Maar dit gaat helemaal goed. Oh, wacht. Helemaal goed. Ik heb een beetje het gevoel zo. Alsof je rijdt. Oh, wacht. Komt goed. Als je mijn hulplijn nodig hebt, dan moet je het zeggen. Nee. Ja, het gaat goed. Je kan nog heel stuk naar achter. Zo. Ik ben zo bang. En ook nog een camera op je snuffert. Ja.
Ja, gooi je. Nee, je kan nog een heel stuk naar achter, jawel. Ga maar hoor. Kan dit? Ja. Ja, maar ik sta je hebt iets te snel ingestuurd. Ja, zal ik de hulplijn inzetten? Zal ik zeggen wanneer je in moet sturen? Ja, Oké, gaan we opnieuw. Jullie kunnen je allemaal aanmelden voor inparkeerles met Esmee. Maar ik heb hem al en wie ingestuurd. Weet. Kijk. Nee, het maakt niet uit. Ik help. Kijk, naar achter. Achter. Achter sturen. En nu? Ja, sturen. En wil je stuur om? Ja. Ja, je haalt het. Ja, nu terug. Terug. Helemaal om. Ja, en nu naar achter. Zie mijn spanning. Helemaal naar achter. En je mag nog wat verder. Kijk die vrouw kijken. Je had nog wat verder gemogen. Helemaal. Helemaal spannend. Kan niet, hè? Ja, je kan. Kan ik nog iets naar achter? Ja, doe maar. Ja, en dan nu... Zijn neus naar voren. En je staat. Gefeliciteerd. Je hebt een rijbewijs. Komt hier een buurtbewoonster kijken of het allemaal wel goed gaat. Nou, de autodrop heb je wel verdiend. Oh, blij mee. Helemaal goed zo. Helemaal sweaty baby. Ja, kijk hoeveel ruimte je nog hebt. Die kan nog helemaal een dansje doen. Nou, dit is echt... Maar ik vind dit echt serieus heel relaxed dat je die camera hebt. Ja, is fijn hè? Het is echt heel fijn dat je gewoon kan zien hoeveel ruimte je hebt. Ja. Gewoon zo'n klein straatje. Ja. Nou, de auto staat geparkeerd. Dankjewel dat we langs mochten komen. Jij bedankt. Ik vond het onwijs gezellig. Ik heb Leiden weer een beetje beter leren kennen. En jou ook. En ik kom snel eens met auto's langs, denk ik, voor een playdate. Ja, gaan we doen. Nou, ja. Even die hotspot. Doen we.